De samenleving is niet op de hoogte van de offers die parlementariërs moeten brengen. Aan het woord is Riyad Nur Mohammed van de VAP. Volgens hem worden parlementariërs vaak met de nek aangekeken terwijl ze grote offers brengen. Als voorbeeld haalt hij aan de parlementariërs die uit de verre districten naar Paramaribo afreizen om het parlementair werk te doen. Volgens Nur Mohammed moet er een fundamentele discussie gevoerd worden over de mensen die op de verschillende posten geplaatst worden. Waarom de parlementariërs altijd de boemang worden, is dat wanneer je rommelmensen hebt die geplaatst worden op posities, dan is dat niet eerlijk, ja. Dat geef ik toe. Wij moeten in een parlement, in een regering, betrouwbare, eerlijke mensen plaatsen. En dan ga je eerlijk zeggen, je mag het alvast weten hoor. De VHP is begonnen met zijn discussie, maar mijn voorstel gaat zijn dat parlementariërs de helft van deze vergoeding moeten krijgen en het moet deeltijds worden. Je moet daarom professioneel kader hebben in het parlement. Geen mensen hebben die 100 dagen nodig om iets te bestuderen of niet eens weten. Mevrouw, ik ga je wat vertellen. Er zijn mensen in het parlement die deze grafiek kunnen lezen. Daar heb ik u veel gezegd. Ja? Je moet professionele mensen hebben in het parlement. En die heb je overal in Suriname. En dat is de verantwoordelijkheid van politieke partijen. En die moet je een beetje betalen. Ja? Niet zoals nu. Die moet een deel betaald worden en voor de rest moet hij gaan werken waar hij moet werken. Nur Mohammed is er geen voorstander van dat parlementariërs gekweekt worden. Hij vindt het ook niet correct dat DNA-leden na hun afzwaaien tot de dood een Rian-salaris blijven ontvangen. NDP-fractieleider André Misikaba heeft een uitgesproken mening over DNA-leden die een dubbele baan hebben. Volgens hem is hij niet heiliger dan zijn collega's, maar hij vindt het gewoon niet correct. Terwijl zoveel studenten zonder baan zitten, er zijn er mensen die een dubbele baan hebben. En als je dat werk nog deed, no problem. Maar u doet dat werk niet en er wordt gestort. Het is niet ethisch. Ik denk dat het niet goed is. Ik ben blij dat ook die leden die heel fel gekant waren er tegen, nu inderdaad ook inzien dat we in die integrale benadering dat ook moeten meenemen en ervoor zorgen dat we voor eens en voor altijd daarvan afgaan. Mensen die hun business draaien en hun particuliere dingen doen, no problem with that, dat ze je tijd zodanig indelen dat je dat kan doen en hier. Maar je zit niet bij die overheid in een dubbele positie en u doet dat werk niet omdat u hier moet zijn. Dat is niet goed. Heb je leden die hard hun best doen, leden die om verschillende redenen dat minder doen. Maar uiteindelijk is het volk die dat moet besluiten. Aldus André Misikaba, fractieleider van de NDP, met wie we onder meer hebben gesproken over de dubbele salarissen van DNA-leden.